Ten inmiddels nummer 1558 met de uitzending van vandaag, 25 februari 2019. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag heb ik geen data. Ik heb veel reacties gehad op de aflevering van Hobbyscoop van afgelopen vrijdag. Vandaag zit ik opnieuw krap. Ik doe het vandaag dus opnieuw met een item dat ik al eens gehad heb, dit keer uit 1976. Nu PI2NOS wordt afgebouwd, zal ik af en toe eens wat dingen uit de tijd van de Daily Minutes gebruiken toen PI2NOS nog in opbouw was. Dit is bijvoorbeeld zo eentje. Laat jij wel eens een lange break? Jazeker, ik laat geregeld een lange break. En waarom doe je dat dan? Nou, dat de Echolink gebruikers ook een beetje lucht hebben. Ja, geef de Echolink gebruikers lucht. En hier is nog een bekende uit die tijd. Toch is het leuk zo'n bovenregionale repeater. En eigenlijk gaat het ook best goed. Ja, zeker als je bedenkt hoe groot het bereik is. Ja, en hoe druk het is. Eigenlijk zijn er maar twee grote ergernissen. Inderdaad, dat mensen geen lange break laten. Voor de Echolink gebruikers. En dat de mensen de repeater te lang alleen voor hun eigen gebruiken. Inderdaad. Als het zo druk is, moet je eerlijk delen. Dus mensen, gebruik de repeater niet te lang alleen voor je eigen. 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 De centamateur kan soms levens redden. Het waren de centamateurs die bij de ramp in 1953 in Zeeland de vitale verbindingen opbouwden en in stand hielden, toen alle officiële verbindingen verbroken waren. En dan, afzonderlijk van dit bericht, rubberboten bij Zierikzee verkeerd gedropt. Zullen we een nieuwe dropping proberen bij Noordgouwen? Is dit oké? Wees het over voor OQ en GRE. De heer van der Drift uit Sassenheim was in die tijd centamateur. En hij was actief betrokken bij het noodnet. We hebben natuurlijk ook nog KLM-vliegtuigen geloodst. Die kwamen dan over Rotterdam vliegen. En dan hadden wij berichten binnengekregen van de eilanden waar ze op het een of ander zaten te wachten. En dan konden we ze zo naar het goede punt sturen. Maar het was ontzettend moeilijk, want het was erg stormachtig toen in die eerste februari dagen. Maar u heeft zelf wel achter de zender gezeten in die dagen? 14 dagen. We maakten tijden van 48 uur, want we hadden er niet zoveel aflossing. En dan gingen we één dag naar huis in Den Haag. En dan kwamen we terug in Rotterdam om opnieuw te beginnen. Rubberboten bij Zierikzee verkeerd gedropt. Zullen we een nieuwe dropping proberen bij Noordgouwen? Is dit oké? Okay? Wees het over voor OQ en GRE. PLOWZ van GRE, Toen we in Rotterdam waren, die zondagavond van de 1 februari, toen bleek dat we daar eigenlijk broodeloos waren. We hadden niets te doen daar. En de maandag erop ben ik meteen naar Den Haag teruggegaan. Ik heb daar mijn zender aan ontvanger gehaald. Dat was nogal primitief in die tijd. Het was allemaal eigen bouw. De ontvanger was een oude luchtmachtontvanger, een BC-348. En daar konden we prima mee werken. We zijn toen gegaan met een stel amateurs uit Den Haag, P0JHK was daarbij, en P0FT, naar een gebouw waar een aardige toren op stond in de Rooghuizenstraat. In Rotterdam. In Rotterdam. En dat was van Unilever. En daar kregen we alle medewerking, een hele etage werd daar gereserveerd voor ons. En wat daar bijzonder voornaam was, we hadden daar volop telefoonaansluitingen. Bureaus en alles waren daar. En toen zijn Joop Ketting, JHK en FT op dak geklommen. En die hebben een antenne uitgespannen. En dat ging allemaal provisorisch daar door een raam naar binnen. En we hadden meteen hadden we verbinding met een station uit Hellevoetsluis. Hallo, dit is RP. De naam van dit plaatsje is Moriaans Hoofd. RP over. Heeft u mensenlevens gered op deze manier? Nou, of ik ze heb gered, zij hebben het zeker gedaan. Dat was ook een heel eigenaardige zaak. In het begin ging het om reddingsvaartuigen. We hebben vanuit het Westland heel veel medewerking gehad van tuinders die motorboten hadden. En die daar met hun motorboten in dat woelige water daar naar de eilanden gegaan zijn. En die zijn in het begin
druk bezig geweest om mensen daar van bedreigde punten af te halen, van daken en dijken die geïsoleerd waren. Maar na de hand kregen we oproepen om ontsmettingsmiddelen en lijkkisten. En toen wist je dan dat het een verloren zaak was voor een hele hoop mensen. En eigenlijk pas heel laat na de ramp hebben we gehoord dat het bijna 1800 doden aan slachtoffers heeft gekost. Maar ik ben er wel zeker van dat wanneer hier niet door radioamateurs geholpen zou zijn en we niet zo'n intensief werkend net gemaakt zouden hebben, dat het aantal slachtoffers pertinent groter zou zijn geweest. Want het was triest dat eigenlijk de officiële kanalen, dat wil zeggen de PTT-verbindingen met telefoon en telegraaf, waren volkomen uitgevallen. En daar had men hier in Nederland eigenlijk nooit op gerekend. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. With over 220 people dead and a path of destruction hundreds of miles long, survivors of the Alabama tornadoes found themselves in whole cities without power, telephones, internet, cell phones, or other ways to communicate. And who is there to help in this devastation? The amateur radio operators. Ham radio people are providing communications between shelters, relief centers, emergency operations centers, search and rescue groups, and a host of relief organizations as they respond to the crisis. In the days to come, more hams will arrive from around the country to be assigned where they're needed most. These unpaid volunteers are using their radio skills to get critical voice and digital messages through. When other systems go down or are overwhelmed, ham radio people using modern equipment still are reliable like they always have been. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je gaat solderen. En microfoon naar retour.